Ook in groep A is het tijd voor de derde groepswedstrijd voor Borussia Mönchengladbach en Pachuca. En ik vertel je alvast, doe je stoelriemen vast, want dit belooft een potje te worden. Gladbach gewonnen van Juventus, verloren van Ajax. Pachuca verloren van Ajax en verloren van Juventus. Zo goed als uitgeschakeld dus. Gladbach speelt eigenlijk nog voor een plek in de halve finale. Weet het hier gelijk te spelen of te winnen, gaan ze door op de Future Cup. Eerste kans gelijk in de absolute beginfase is voor Boteli. En die gaat erin ook. Scoorde zaterdag al, deed toen ook de Gritty. En doet het nu weer. Goeie goal, goede aanval. Twee doelpunten in drie wedstrijden voor die sterke spits van de Duitse Future Cup debutant. Kan zo binnenlopen. En dus is het al vroeg in de wedstrijd. 1-0 voor Borussia Mönchengladbach. Dat goed begint aan de eerste helft. Dicteert. En hier opnieuw in de aanval is met opnieuw Boteli. En het schotje gaat naast. Pachuca dan aan de rechterkant. Via Ian Zavala met de voorzet. Gladbach probeert weg te werken, maar dat lukt niet. En dan is het Zavala opnieuw met de eerste doelpoging voor de Mexicanen. Maar die bal gaat over. Het geeft Pachuca voor het eerst actief op de Future Cup. De partnerclub van Ajax wel kracht, want hier zijn ze weer. Aan de linkerkant via Alvarez, die gaan we nog meer zien vandaag. Is hier de gelijkmaker? Jazeker, 1-1. Santiago Lopez kan de bal zo binnenprikken. Zijn eerste goal van het toernooi. Staat goed opgesteld. En dan in de rebound is het raak. Zo zijn er gelijk twee doelpunten in die eerste helft. Maar er zullen nog meer vallen. Pachuca opnieuw. Hier balbezit op het middenveld. Combinatie. Banuelos. En die gaat naast. En, is dat een penalty? Nee, zegt de scheidsrechter. Hij heeft wel last. Speler van Pachuca. Maar na een matige beginfase nemen ze het heft in handen. Hier zijn ze opnieuw. Volley. En goed gekiept door Lindsay Gutai. Die al eerder uitblonk tegen Juventus onder andere. Eerste helft dan nog steeds bezig. Boteli nu uitgeweken naar de rechterkant. Teruggelegd. Randje 16. Schot nu ook van afstand van Gladbach. Maar die zeilt naast. Poging van Leo Laatsch. Is hij weer, die Alvarez. Stoomt veelvuldig op aan die linkerkant. Opnieuw buitenom. Snel als hij is. Gaat hij het zelf proberen? Nee. Maar de bal zelt naast. Via de doelman. Corner, kort genomen. Bal ingebracht. Bal blijft iets wat hangen en dan is het zowaar 1-2. Goeie goal van Eber Moran. Ook hij maakt zijn eerste van het toernooi. En zo is er toch wel verrassend. Ineens 1-2 voor Pachuca. Scoorde een enige goal in de slotfase tegen Juventus. En tegen Gladbach is het in de eerste helft al twee keer raak. Tweede helft dan. Gladbach moet aan de bak, wetende dat Ajax en Juventus gelijk staan. Hier een poging. Gaat over. Maar wil Gladbach door naar de halve finale van de Future Cup? Moet het scoren. Hier in invaller Aserov probeert het maar eens. Gaat naar binnen. Maar zijn schotje is te zwak. Pachuca dan weer. Voorzet. Weer vanaf de rechterkant. Maar opgevangen. Matig verdedigd dan. En opnieuw Pachuca. Daar is Alvarez opnieuw. Gaat hij het een keer zelf proberen? Jazeker. En die poging is niet onaardig. Maar hij vindt Lindsay Gutai op zijn pad. Vrije trap dan. Ingebracht. De bal blijft iets wat hangen. Voorzet. Maar nu de keeper van Pachuca, Santiago Amador. De Mexicanen dan weer. Daar is hij weer. Alvarez voor de zoveelste keer buitenom.
Gaat hij zelf proberen? Jazeker. Wat een goal zeg. 1-3 voor Pachuca. Zo is een daverende verrassing hier aan de gang. Want de Mexicanen staan met 1-3 voor tegen Gladbach. Twee debutanten dus tegen elkaar. En het team dat op zaterdag geen wedstrijd won, staat nu met 1-3 voor. En het is weer die Alvarez. Gladbach dan weer met een hoekschop. Kopballetje gaat naast via de captain. De Duitsers moeten twee keer scoren en zetten dus alles op alles in aanval om dat te bewerkstelligen. Tegenaanval hier nu. Weer via Aserov, de invaller. Ga naar binnen. Kan hij uithalen? Ja, zeker. Maar weer een redding van Santiago Amador. Keeper die we nog veel vaker gaan zien in de slotfase van deze wedstrijd. Daar is hij weer. Aserov. Steekbal. Komt bij Boteli. En die gaat neer en het is een strafschop. En komt er dan ook een kaart? Jazeker. Dubbele straf. Penalty voor Gladbach en rood voor de aanvoerder. Cristobal Alfaro. Ziet er toch best lichtjes uit, maar de scheidsrechter is decident. Penalty dan Boteli voor zijn derde van dit toernooi. Nee, goede redding weer van die doelman. En in de rebound is het ook niet raak. Zo blijft Pachuca met 10 man op 1-3 staan. Maar Gladbach opnieuw met een vrije trap. Indraaiende bal naar Boteli. En nu is het wel raak. 2-3. Drie doelpunten in drie wedstrijden voor de spits van de Duitsers. En is dit de aansluitingstreffer die eventueel tot nog meer druk en een eventuele 3-3 leidt? We gaan het zien. Lange bal nu. Overal is iedereen heen. Hier is Boteli opnieuw. Boteli langs de doelman. Boteli en van de lijn gehaald. Wat een kans zeg. Ongelooflijk dat die bal hier niet in gaat. Bijna zijn vierde van dit toernooi. Maar die renning op de lijn mag er wezen. Dan is Pachuca ineens weer voor de goal van Gladbach. Bal geblokt. Maar Pachuca is fel. Gaat door. Hier is Alvarez weer. Legt de bal terug. Is hier de 2-4? Nee. Nu redding aan de andere kant. Lince Gutay. Wat een slotfase is dit. Lange bal dan weer. Gaat hij weer over alles en iedereen heen? Zo lijkt het wel. Vidic, weer Boteli. Boteli en weer die doelman. Ongelooflijk. Vidic in de rebound. En op de lat. Wat gebeurt hier allemaal? Het is ongelooflijk. En ook nog over. Wat een kansen voor Gladbach. Maar ze gaan er niet in. Terwijl ze de goal wel nodig hebben om de halve finale te halen. Daar komen ze weer. Alle remmen los. Voorzet. Boteli, nee, het is Juricic en weer die doelman. Wat een reddingen, wat een ballen haalt hij eruit. Wat een lijnkeeper en dan is het gelijk afgelopen. En verzuimt Gladbach zich te plaatsen voor de halve finale. Zij moeten gaan strijden voor plek 5 of 6. En Pachuca gaat tegen Chelsea uitmaken wie er 7e of 8e wordt.